die in vervulling is gegaan, Harry? Nee. Dat is een van de vele dingen die mij overkomen is in mijn leven. Zeg maar, is er toch wat wrijving ontstaan? Misschien is dat de buitentoe ook wat meer vergroot dan wat het aan de binnenkant in werkelijkheid was. Maar ik had toch het idee dat CDA op bepaalde punten, zeker op die lokale punten die voor jullie zo belangrijk zijn, toch een ander spoor volgde dan waar jullie als lokaal belang zaten. Ja, maar dan blijkt ook dat je na verstandig praten tot elkaar kunt komen. De hele babbelkwestie, dat is als voorbeeld nemen waar het CDA toch op punt heeft gestaan om de coalitie te verlaten. Ja, de bouwelijke kwestie. We hadden daar weer natuurlijk het heel andere punt in beeld. Hè? Het kost de gemeenschap niks. De gemeenschap loopt geen risico. Geen enkele risico. Iedere club kan dat precies naapen. We hoeven dat niet nog een keer te herhalen. Maar het was wel een punt waaruit duidelijk bleek dat CDA op dat soort, bij dat soort keuzes gewoon andere keuzes maakt dan die je bij lokaal belang voor. Ja, maar de CDA heeft natuurlijk nu ook een compleet andere fractie. Op twee na dan, Ria en Carla. Maar voor de rest, misschien hebben ze ook bijgeleerd in die tijd, maar ik het oneerbiedig zo zeggen, dat ze het ook anders zijn gaan zien. Ja, dat dan om eens even helemaal boven water te krijgen hoe het nou echt zit met het badgebouw, voor het gemak in maar even de Turmak complex. Want veel mensen in het Zevenaarse zien dit altijd nog als een grote mogelijkheid. Nou, die gaan we dus nu onderzoeken. Om daar het gemeentehuis te vestigen. Ja, wat is, even kijken naar de coalitie. Is een coalitieakkoord? Noem eens 2-3 punten waarvan je zegt van nou, dat is onze belangrijkste ambitie de komende 4 jaar. De belangrijkste ambitie is om de bevolking mee te nemen bij beslissingen, bij grote beslissingen die het ook de bevolking betreft. Hoe doe je dat? Het heet dan zo'n mooie burger. Participatie, maar dan moet je dus op gaan tuigen, vroegtijdig met dingen die de bevolking betreft, vroegtijdig bekendmaken en dan zeker in die kring van waar het aangaat, hè, welk dorp of welke omgeving, welke wijk, om die mensen er al in te betrekken van aan de voorkant, wanneer alles nog open ligt, ga je die mensen betrekken en niet wanneer je een hapklare brok er hebt liggen en ze mogen nog net een avond meepraten. En dan hebben ze het toevallig dan verkeerd gezien en wij weten het zo goed en wij drukken het wel door. Gebeurde dat in het verleden terrein? Met dat sportpark daar? Het hele sportpark, ja. Moet de show van tevoren, of hoe gaan we dat nu opknappen? Moeten daar 2 voetbalclubs blijven op Hengelo, dat sportpark? Ja, of zou het onderhand gezond zijn om daar gewoon 1 hele goede, gezonde club van te maken? Ja, dan stel je mij je gewetensvraag. Wethouder of antwoord. Uit mijn vorige situatie, toen ik nog een winkel had, toen heeft mij ooit, hebben ze mij gevraagd en toen heb ik geantwoord van zo gauw als jullie zo verstandig zijn dat jullie met 1 grote vereniging gaat, of desnoods dan een grote jeugdvereniging, dat iedereen met elkaar, tegen elkaar, maar die week erop weer met elkaar moet voetballen, dus dat er een hele andere, moet je dat zeggen, een hele andere rivaliteit ontstaat, dan kun je met mij praten. Nou, en mijn gedachten daarover zijn niet zo verantwoordelijk. Dus we moeten investeren in sport, ongeacht of dat er bezuinigd moet worden. Ja. Waar kunnen we dan wel op bezuinigen? Daar hebben jullie het vast met CDA ook over gehad. Ja, we hebben nog wel het een en ander waar we heel goed naar moeten kijken. Nou, die zijn natuurlijk genoegzaam bekend. Dat is van ga nu eens kijken. En dat begon al van 4 naar 3 wethouders. Of dat je alles eens logischer kunt doen. En makkelijker kunt doen. Door het nog beter. En dan weet ik wel, efficiëntie is tegenwoordig een gevleugeld woord. Maar ik denk wel dat er veel te halen is. Daar heeft voor 2020 een grote nieuwe gemeente. Wat een mooi voorbeeld is. En dat is misschien een tussenoplossing. In Laren, Noord-Holland. Daar hebben ze dus een gemeentelijk kantoor opgericht. En die gaat over 3 gemeentes. Men, je hoort niemand van ik ben de identiteit kwijt. Laten we het zijn 3 gemeenteraden daar, maar er is 1 gemeentekantoor die 3 gemeentes zeg maar bedient. Ja. Maar dan moet je ook de regels met elkaar over gaan stemmen. Ja, maar je bent nu toch al op die paar meter dat we van elkaar afzitten, heel veel regels met elkaar aan het afstemmen. Nou ja, ik hoop het vooral. En gaan nog veel meer. Van de ordening dat daar nog wel het een en ander kan. Ja. Nou, ze weten, mij hebben ze ervoor, maar alle 3 die er nu zitten, die hebben ze daarvoor. Wij zijn alle drie de wethouders zijn dag en nacht aanspreekbaar bijna. En als men samen wil werken, kom maar op. We gaan ervoor, maar we staan er ook helemaal voor open. En niet vanuit de denkwijze van Zevenaar is de grootste. Wij zijn wel het centrum van de Liemers.
dat zullen we moeten benadrukken. Maar voor de rest, kom op, als men in Rijnwaarden een paar hele knappe koppen zou hebben of heeft op zeg maar welk gebied, dan moeten die dat oppakken. Nou, en zit een duif in een andere groep ook